Brainstormen kun je in je eentje doen, maar het werkt beter als je het met anderen doet. Want tijdens brainstormen noem je alle ideeën en gedachten op die je bij een bepaald onderwerp hebt. En door naar elkaar te luisteren kom je vrijwel zeker op nieuwe ideeën, omdat luisteren naar elkaar inspirerend werkt. Door zoveel mogelijk dingen die in je opkomen te benoemen en uit te wisselen, kom je snel op nieuwe ideeën. Met brainstormen kom je tot nieuwe ideeën of oplossingen voor moeilijke problemen. Je kunt bijvoorbeeld met je klasgenoten brainstormen over een nieuwe manier voor het presenteren van een werkstuk. Maar ook over het thema van een schoolfeest. Maar misschien kun je door te brainstormen ook wel komen tot vernieuwende en interessante ideeën om bijvoorbeeld het fileprobleem in Nederland op te lossen. Het is natuurlijk handig om iemand aan te wijzen als degene die alles opschrijft. En als je alleen brainstormt, heb je natuurlijk zelf pen en papier bij de hand. Of je laptop met bijvoorbeeld een mindmap tool of gewoon met een Excel of Word pagina open. Probeer eerst je hoofd leeg te maken. Schrijf het onderwerp midden op je blaadje of midden op een bord of right in the middle of your screen. En als je hoofd dan leeg is, dan concentreer je op het onderwerp en noem je alles wat in je opkomt. Noem alles, want hoe gek en raar het soms ook kan zijn, het kan anderen of jezelf juist op nieuwe en volledig andere ideeën brengen. Hou je niet in, maar noem echt alles wat in je opkomt. Het kan ook makkelijk zijn om met geeltjes te werken. Schrijf dan al je gedachten en ideeën op een geeltje. Als je dan uiteindelijk helemaal leeg bent, dan heb je dus waarschijnlijk een flinke hoeveelheid geeltjes die je dan kunt gaan ordenen in goede, minder goede en hele rare ideeën. En nu het makkelijkste, tips om goed te brainstormen. Hier volgen de 4 stappen van goed brainstormen. Allereerst, formuleer het onderwerp scherp. Dat geeft scherpe antwoorden. Daarna ga je daadwerkelijk brainstormen. Noem alles wat in je opkomt. Schrijf het kort op, niets is te gek. Als je al je ideeën hebt gespuit, dan ga je selecteren. Kies samen de scherpe en goede ideeën uit de stapel die je hebt verzameld. Maar doe dit pas echt op het eind, niet al tijdens het brainstormen. Als laatste werk je de beste ideeën en oplossingen uit. Geef het met elkaar vorm. En mocht je het nog een keertje terug willen zien, druk dan gewoon nog een keer op play. Ik zie je, doei!